Orhan Haydari misschien, nou ik ben er wel zeker. Jij maakt vandaag de mooiste goal. Ja, dat vond ik ook, maar daar koop je niet veel meer, denk ik. Nee, je verliest hem dan 1 tegen 2, maar je mag vroeg invallen. Dan kan je je acties maken, dan komt er eigenlijk weer wat gevaar. En op een gegeven moment, vanaf de 70ste minuut, de ploeg krijgt grip. En dan kunnen jij, Jeremy Seintje en Sibu Schets eigenlijk in hun kracht voetballen. Ja, klopt. Ik dacht dat we over de tweede helft gewoon veel beter waren. Ook gewoon veel kansen hadden. Alleen, het is jammer dat die net niet goed valt. Een aantal keren goede uitgespeelde mogelijkheden. Alleen, ja, dat die net niet goed valt voor ons, dat is ja, denk ik, een beetje pech. Ja, je moet zelf de eerste helft kijken vanaf de bank. Nou ja, dan zie je dat het niet loopt, dat het niet wil. Dan mag jij in de rust warm lopen. Ik dacht eigenlijk dat je gelijk direct naar rust in zou vallen. Was dat zelf ook het idee? Of? Ja, nee, dat was denk ik een foutje van mij. Ik had het ook verkeerd begrepen. De trainer zei, ga je gewoon goed warm lopen. En ik dacht, ik ga er meteen in. Maar dat was gewoon verkeerd van mezelf begrepen. Het is wel jammer, want als speler wil je natuurlijk spelen, maar zo snel mogelijk, snap je? Ja, nu kom je er dan iets later in. Uiteindelijk druk je dan wel je stempel. Maar kunnen jullie toch nog niet echt doordrukken? Op het einde krijg je ook nog een soort dubbele schietkans. Hij komt in de kluts terug nadat Sibu Schets ook al 2 keer heeft mogen. Dan valt het dubbeltje of het kwartje eigenlijk net niet jullie kant op. Nee, ja, dat is dit seizoen wel vaak het geval. En ik denk als we gewoon doorgaan en uiteindelijk vallen ze vanzelf wel. Dat zag je tegen PSV ook. We moeten gewoon door blijven gaan. En ja, vandaag net niet, maar volgende week weer een nieuwe wedstrijd. Ja, vandaag dan net niet. Je geeft het al aan. Het zit er een beetje in dat het dit seizoen nog net niet is. Is dat een stukje ervaring die jullie misschien nog missen in het elftal? Of het ervaring is, weet ik eigenlijk gezegd niet. We zijn wel jong natuurlijk, maar ja, of het ervaring is of niet. Ik bedoel, als een ervaren speler er zou staan, waarom zou die dan wel er wel in gaan als hij gewoon goed inschiet? Bijvoorbeeld Sibu schoot hem gewoon goed binnen. Maar ja, dat hij net van de lijn wordt gehaald, dat heeft denk ik niks met ervaring te maken. Ik denk geluk eigenlijk. Ja, dat geluk zit dan nog niet mee. Maar 6 puntjes. We kunnen wel concluderen dat dat gewoon voorlopig nog te weinig is toch voor FC Dordrecht? Ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Ik bedoel, als we maximaal 6 punten zouden hebben, dat is niet goed. Maar ik denk dat we nu een stuk of 10, 12 punten te weinig hebben. Dat betekent dat we wel goed genoeg zijn. Alleen dat we net niet geluk hebben. Maar dat komt ook nog wel goed, denk ik.